Vervoersbedrijf Arriva gaat de veiligheidsvoorschriften aanpassen om te voorkomen dat er in de toekomst weer treinen ontsporen. Het bedrijf doet dit omdat er vorige maand 2 treinen ontspoorden op het hoofdstation. Bij de ontsporingen, op 5 en 28 juli, raakten geen reizigers gewond, maar ontstond er wel veel schade. De KLPD, spoorbeheerder ProRail en Arriva begonnen direct een onderzoek. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat bij de keren dat een trein uit de rails is gelopen van ons, in ieder geval niet heeft gelegen aan de infrastructuur, dus niet aan de wissels en ook niet aan het materieel. Het lijkt er dus op dat het een menselijke bedieningsfout is. De treinen ontspoorden op het ranceerterrein aan de zuidzijde van het station. De wissels op dit terrein moeten in tegenstelling tot de wissels op de stamlijnen met de hand bediend worden. Als een machinist zijn dienst erop heeft zitten, dan gaat hij van het reizigerspoor naar het rangeerspoor toe. Bij het reizigerspoor geldt een compleet ander beveiligingssysteem wat volledig geautomatiseerd is. En bij het rangeerspoor komt hij aan, dan zet hij zijn trein tot stilstand voor een bord. Neemt hij contact op met de verkeersleiding van ProRail. En dan worden dus wissels met de hand bediend. En het lijkt nu zo te zijn dat daar iets mis is gegaan en de wissel niet helemaal goed in die rails heeft gelegen. Wat dus kan veroorzaken dat een trein uit die rails loopt. Ontsporingen op rancierterreinen komen landelijk zo'n 10 keer per maand voor. Voor Arriva is de situatie echter uitzonderlijk. Sinds er met de nieuwe Stadler-treinen gereden wordt, is het nog maar 3 keer voorgekomen. Het is zeer uitzonderlijk dat dat voorkomt. Bij ons is dit geloof ik de 3e keer. 2 keer in korte tijd, dat is helemaal uitzonderlijk. En daar nemen we ook onze maatregelen in. Ja. Welke maatregelen gaan jullie nemen? We kunnen zich in ieder geval voorstellen dat wij de machinisten, ons rijdend personeel, op de hoogte hebben gebracht van de uitkomsten van het onderzoek. Dat het dus lijkt te gaan op een menselijke bedieningsfout. Daarbij hebben wij de voorschriften die zij moeten gebruiken om zo'n trein, we noemen dat de tuin van onze transiertrein, daar neer te zetten, nog een keer onder de aandacht hebben gebracht. Ja, en een andere maatregel is bijvoorbeeld dat wij de snelheid waarmee gereden wordt op zo'n rangeerterrein nog verder terugdringen. Op rangeerterreinen geldt normaal een maximumsnelheid van 40 km per uur. Door dit te verlagen, hoopt de vervoerder ontsporingen in de toekomst te voorkomen.